zo'n stukje in. Hallo mensen en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Ik ben op dit moment in Rotterdam. Ik ga even naar een snoepjeswinkel, genaamd Camera Express. Ik ga een leuk dingetje kopen. En dan gaan we eens kijken wat we gaan doen daarmee. Want we gaan leuke dingen doen. Want ik heb iets heel leuks gehaald. Ik heb een glidecam gekocht. En ik heb die niet voor niks gekocht. Want we gaan echt iets super tofs doen in de vlog. En ik heb er echt zin in. Het is nog even voor mij één nachtje slapen. Maar voor jullie is het nu. Goedemorgen mensen. Daar zijn we zoals afgesproken. En wat gaan we doen? Rondjes rijden. Ik ga met deze man mee. Het gaat gebeuren hoor. Zijn we er klaar voor? Ja, we zijn er klaar voor. Mensen, ik ga gauw instappen en dan zie ik jullie zo weer. Dus, Ja, en met auto's mee ook tanken. We hebben wat mensen aangesloten. We hebben een Corvette erbij, we hebben een RS6 erbij. Maserati erbij. Kijk. Hij is er hoor. Goedemorgen. Hallo. Je bent met mijn autootje mee? Ja, gezellig toch? Ja toch? Lekker dagje met z'n allen. Ja, dat moet helemaal goed komen. Ik ben benieuwd, het wordt mijn eerste keer dit. Dus ik ga wel genieten denk ik. Ik vind het nou wel leuk met deze auto's. Dus mensen, wij gaan even gaan met z'n allen tanken. En dan gaan we weer verder en dan zien we jullie zo weer. Tot zo. Mensen, we zijn aangekomen in Vught. Vught, hè? Ja, Vught. Vught. En Vught. We zijn er. Jij hebt je ingeschreven? Ja. En jij hebt wat mooie dingen meegekregen, volgens mij. Ja. Kijk eens. Wat hebben we? Oh, Bubbles. Bubbles? Bubbles. We hebben een hele pakket gewoon. Mooi boekje. Supercar Challenge boek. Ja. En wat hebben we nog meer? De nieuwe catalogus van Capristo. Hoppa. Altijd goed om te hebben. Het routeboek voor vandaag. Dat is wel heel erg handig. Vrije tickets voor de Super Prix. En niet te vergeten. Hey, dat is een bekende, dit plaatje daarbovenop. Kijk hier, jongens. Ja hoor. Mooi hè? Nice. Ik zeg, we zijn er klaar voor. Wij gaan even genieten. Ja. Ik hoop dat jullie ook gaan genieten, dus let's go. Zoals jullie misschien al weten, mijn naam is Brian van der Graaf. Ik ben de oprichter en organisator van Automobiel Events. Zoals jullie weten organiseren wij auto-evenementen en zo ook vandaag met Sportieve Club 2017. Allemaal hartstikke welkom op Kasteel Marlik in Vught. Zoals jullie weten rijden we om 11:30 weg. Nou, dan gaan we mensen. Het is tijd om de rally te gaan rijden! Zijn we er klaar voor jongens? Zeker. Uiteraard. Ja. Route is berekend. Alles. Nee. Nee. Maar we komen er wel. We hebben een navigator in de back. Dat wou ik ook zeggen. We gaan gewoon de stoet volgen die voor ons rijden, neem ik aan. Dus dat gaat ook wel goed komen. Ga goed komen, jawel. Ik heb alle vertrouwen in. Dus mensen, geniet maar weer van wat sfeerbeeldjes. Let's go!
Ja, en daar zijn we dan. De eerste stop is er en wij gaan gauw even gaan wat eten en dan gaan we weer door naar de volgende stop. Dus wij gaan even gauw eten en dan zien we jullie zo weer en dan gaan we gewoon weer door. Dus tot zo. Oké mensen, we hebben lekker gegeten en tijd om te gaan rijden jongens. Tijd om naar de auto te gaan. Het is tijd, de hoogste tijd. Zijn we er klaar voor weer? Hey! Yay, let's go! Woo! Ik moest even overstappen naar een andere camera. Hij is alweer leeg. We hebben een beetje veel shotjes gemaakt. Shotjes! Maar wat ook grappig is, Roy zit trouwens gelijk voetbal te kijken. Want hij moet even kijken wat Feyenoord gaat doen natuurlijk. En wij rijden serieus gewoon heel dicht bij mijn huis. Dus de Rutte komt bijna langs mijn huisje. Super grappig, super leuk. Ik moet zeggen, ik vind het een top dagje, man. Ja, leuk. Ja, ik vind het leuk dat ik mee mag. Ik vind het echt heel tof. Ik ben aan het genieten. Nee, dit is super vet mensen en drempel. We hebben nog, oh, drempel, pop, camera in het plafond, hey. Ik denk dat we nog wel een stukje te gaan hebben, dus wij gaan nog even door en dan zien we jullie zo weer. Ja, we zijn er weer. Ik had opeens twee lege accu's, dus ik heb het einde niet kunnen filmen. Trouwens, het laatste shotje wat jullie hebben gezien is net voor de finish. Dus we hebben de finish gehaald, alles is goed gegaan, was super chill. En ik ben nou dus weer onderweg naar wat anders toe. Ik ben weer onderweg naar de family. Want, zoals jullie waarschijnlijk al hadden kunnen zien in de aflevering die nu hier verschijnt. Oh. Ik had bij Henk toen een genie snack gemaakt. Je hebt hem serieus naar recht uitgebracht ook, ja, hè? Ja, uiteraard. Hij ligt hier gewoon. Kijk mensen, wacht. Kijk, de freaking genie liggen daar en de genie snacks. En ik ben hier ook nog voor mijn andere reden. Wij gaan geïnterviewd worden door SBS. Net gaan we vooral doen. Nice, dus ik zie jullie zo. Doei! Nou, zijn we inderdaad. Mensen, het stukje is al op tv geweest, dus ga niet naar SBS om te kijken of het er nog op komt, want we zijn dus al geweest. Helaas is mijn stukje van de interview eruit geknipt, want ze hadden maar 1,5 minuut de tijd. En blijkbaar is het dus te lang geworden met mijn stukje er ook nog eens tussen. Dus helaas ben ik niet op het nieuws geweest met mijn gezichtje, maar het ging gelukkig wel over de OG-snack die ik samen dus met jongerenwerk heb gemaakt. Gelukkig heb ik het stukje wel opgenomen met mijn camera, dus laten we even kijken naar mijn interview. Let's go! Nou, we zullen het een beetje uitleggen. Nou, we hebben 3 chickies. Van de meiden natuurlijk, 3 leuke meiden. We hebben de Ficangini en uiteraard de eerste plaats soufflé. Ja, en eigenlijk is de aanstichter is eigenlijk maar niks. Hoezo dan maar niks? Ik heb een tijdje geleden voor mijn YouTube kanaal een filmpje opgenomen en dat ging over het Songfestival van de meiden. En ik heb heel de buurt gevraagd wat denken jullie dat we Jean gaan doen op het Songfestival. En ik had zoiets van laten we eens even langs de snackbar gaan, kijken of ik mijn eigen Jean snack mag maken. Ja, en Henk is zo gek geweest om hem nog in een minuut te gooien ook, dus super tof. Nou, dat was leuk om eens een keer meegemaakt te hebben. Geïnterviewd worden door SBS6, dat zit erop. En ik heb nu nog even gauw tijd om mijn auto gauw schoon te gaan maken, dus dat ga ik doen. En dan kan ik nog heel eventjes gaan werken, want ik heb eventjes vrij gekregen, dus dat is nice. En vanavond is het natuurlijk zover, dan gaan we de halve finale kijken. Tot zo! Zijn we weer en mensen, wat ben ik blij. Oh, Genie is door naar de finale. Super vet. En nu jullie dit kijken, dan is het natuurlijk al tijd voor de finale. Dus ik ben zo benieuwd wat ze gaan doen. Ik heb gewoon lekker even thuis gekeken op het gemakje. En ik had echt zoiets van geen camera erbij of wat dan ook. Gewoon even lekker de meiden kijken. En ik ben zo trots op de meiden. Dus meiden, super gefeliciteerd met jullie finale plek. En super veel succes dadelijk in de finale. En mensen, ik loop hier nou weer even lekker in mijn thuiswatertje, waar ik vroeger echt super veel gevist heb. Luister, moet je goed luisteren. Ik weet niet of jullie dit allemaal kunnen horen, maar het is super rustig. Alle vogels hoor je fluiten.
dit is zo relaxed. En nou ik hier zo rondloop en dit allemaal weer hoor en zo lekker laatst het watertje loopt met dit weer ook. Ik begin mijn oude hobby echt nu te missen. Ik was vroeger echt een super fanatieke karpervisser. Ik zat serieus bijna ieder weekend hier aan dit watertje te vissen. Ik zit er serieus gewoon weer aan te denken om mijn oude hobbytje weer te gaan oppakken. Misschien iets minder fanatiek dan vroeger, want ik heb nu ook gewoon veel meer te doen. Want toen had ik gewoon echt veel de tijd ervoor. Maar ik zit er serieus aan te denken om gewoon weer volle bak. Nou, volle bak, dat is dus niet waar, maar iets meer weer te gaan karpervissen. Ik heb er echt gewoon weer zin in. Laat even weten wat jullie ervan vinden. Vinden jullie het ook interessant dat ik gewoon vaker ook weer ga vissen en dat we dat weer in de vlog ook kunnen gebruiken? Laat even weten, want er zijn... Oh, jemig! Ik dacht hem al te zien, mensen, maar Ivan is onderweg. Ik zie jullie zo, ik ga even bij Ivan checken. Ja, dan zeg je heel eventjes bij Ivan kijken. We zitten 2 uur verder, ik zit er nog en waarschijnlijk horen jullie het al. Het regent echt super hard. Ivan is even nou gauw eten halen, dus ik moet nou de hengels bewaken. Dus als ik nu beet heb, ben ik echt de sjaak, want ik heb geen regenjas bij. Ik heb Ivan ook meegenomen, want die is natuurlijk eten halen. Maar als het gebeurt, komt het natuurlijk wel weer goed. Kunnen we even kijken of we het nog kunnen. Denk het wel. Nou eens even wachten tot het goed droog wordt en dan kan ik ook naar huis toe. Maar altijd leuk, zulke spontane dingen dat je niet weet wat er gebeurt. En dat je nou gewoon lekker zo aan het chillen bent. Hoor, super vet. Dus we waren net even bij de buren van Ivan aan het kijken. Die vangen net een visje. In één keer ging die hengel van Ivan af. Als een gek naar die hengel gerend. Helaas is er niks bij Ivan. Maar we gaan eens even gaan kijken bij de buren. Mooi bakkie, jongens. Zeker. Kom het, jongens, we gaan hem wegen. Voor 17 kilo. 17. Serieus? Oh, zo lekker. Zo, en dan zijn we dan weer, mensen, thuis. Woehoe! Ja, die mooie mannen hebben een mooi visje gevangen. We zijn ook alweer een dagje verder. En helaas heeft Ivan vannacht niks kunnen vangen, dus dat is jammer. Ik wil de video weer gaan afsluiten voor deze keer. Dus vond je dit een tof video? Beloond alsjeblieft met een blauw duimpje omhoog. Ben je nieuw weer en wil je mij volgen? Dat mag zeker. Druk op het abonneerknopje beneden en join de Chexy Army. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie weer snel bij de volgende. Check jullie later. Peace!